Een jaar geleden verrasten Albert Verlinde en Jeroen Dona vriend en vijand met hun biografie van Toon Hermans. Een geslaagde musical en een fantastische rol van Alex Klaassen. Nu is William Spy aan de beurt en die geeft gestalt aan Ramses Shaffy. Ik ben vol vertrouwen. Ik denk dat we een hele mooie voorstelling gemaakt hebben. Maar het is een echt theater, dus het moet op de avond ook echt gebeuren. Ja. En dat geeft een hele bijzondere spanning. Ik heb gisteravond in de zaal gezeten en een heerlijke voorstelling gezien. En als de zaal beleeft wat we gisteren gezien hebben, en als de zaal reageert zoals we gisteren gereageerd hebben, en hetzelfde spanning voelt, dan heb ik heel veel zin. William overtreft zichzelf en bewijst dat hij echt een groot artiest is, want iedere keer een nieuwe weg durft in te slaan. De social media, zijn jullie gunstig gezind? Ja, nou ja, weet je, dat vind ik tegenwoordig zo leuk is dat we hebben nu zoveel recensenten in Nederland. En iedereen geeft heel primair zijn mening, omdat het ook een veilig medium is om het even op internet te gooien. En als je dan zo overweldigend overladen wordt, dat verhoogt de spanning. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid. Ik snakte naar je. Kwijl liep zo langs mijn bek toen ik aan je dacht. En dan nog wel met al je kleren aan. Maar... We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen door. Lisbeth heeft een hele sloot man aan zich voorbij laten gaan. Met de klemtoon op het woord sloot. Daar blijven jij en ik met onze fikken vanaf. Lisbeth is een vriendin. Wel een lekkere vriendin. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me. Hebt u echt uw best gedaan om een 1-op-1 interpretatie te maken van Ramses? Ik weet niet wat je... Nee. Je bedoelt ik zeg maar, en dat bedoel ik met alle respect, Koefnoen of zo. Of die, nee. Nee. Kijk, wat wilde u dan raken? De ziel. De ziel. En hoe kun je die raken? Niet eigenlijk, want dat weet je niet precies. Dus daar, maar goed, daar ga je het meest naar op zoek. Ging het jou er echt om het helemaal na te bootsen, Joop Admiraal? Nee, want dat kan ik namelijk nooit echt helemaal doen. Ik dacht wel, als ik een beetje zijn stemtimbre doe en zijn houdingjes, hoe die rookt, hoe die lacht, hoe die staat, hoe die ruzie maakt, dan is het eigenlijk al wel genoeg. En dan kom je wel volgens mij heel dicht in de buurt van wat het zou moeten zijn, hoop ik. Heeft ook maar wel vanuit mezelf, ik heb wel wat dingen mogen meemaken. Ja. Oh ja? Ja, okay. Dat kan toch? Ja, dat kan zeker. Ja, dat bedoel ik. Dus er zijn wel, waren wel best redelijk overeenkomsten. Ja. En als u dat dan speelt, komt dat dan niet te dichtbij? Toen ze mij gingen bellen uiteindelijk, toen werd dat ook gevraagd. En toen heb ik daar, ik denk een fractie over nagedacht. Nee, daar heb ik niet meer over nagedacht. Zo is het. Ik heb even nagedacht meer over het feit dat hij pas 2 jaar geleden is overleden. Maar ik heb daar juist niet over nagedacht. Ik veeg nu ook alles bij elkaar. Dit is jouw eerste kennismaking met de Nederlandse musical? Ja, eigenlijk wel ja. Mijn eerste echte kennismaking. En vond je het gek? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik van kinds af aan al wil zingen. Ja? Ja. Dus dat valt nu heel mooi samen allemaal. Spelen, zingen. Ja. Gewoon, nou, ik vind het echt totaal theater. Ah, Cindy, kan je de hand niet schudden? Dat geeft niet. Heb je al complimenten gekregen van Lisbeth? Had je wel complimenten van Lisbeth? Ja, die heb ik zeker vanavond. Ze zei tegen me, je was Lisbeth. Nou, dat is het, voor mij het grootste compliment wat ik kan krijgen. Zeker van haar. Musical publiek en al zijn fans. Heb je daar al iets van kunnen proeven? Want jullie spelen dit al een week. Ja, klein beetje. Af en toe moet ik op de foto met iemand. Oh, krijg je wel... het publiek is gewoon net iets sneller uitbundiger of zo dan een theaterpubliek. Dat beangstigt je niet? Heb je liever dat wij met ons wijsvinger langs de wang kijken? Nee. Dit is echt een geweldig publiek. Nee, dat vind ik echt heel erg leuk. Was je het bangst voor haar oordeel of van de 1000 mensen hier in de zaal? Nou, ik vond het niet bang, maar ik vond dat het meest belangrijke. Ik vond het heel belangrijk wat zij vond, wat ze vindt. En daarom heb ik ook zoveel mogelijk aan haar gevraagd.
zoveel mogelijk bij haar geweest. Om te zeggen, maar waar komt het vandaan? Waar komt dat vandaan? Maar ze heeft altijd tegen me gezegd, blijf bij jezelf. Zien we je dus vaker terug in musical? Ja, je moet het hele seizoen nog. Maar... Volgend jaar in HEMA de musical. In? HEMA de musical. Ja. Oh ja? Ja. En wat ga jij spelen? Een HEMA cashière? Nee, ik ga de jongen achter de fotobalie spelen. Echt waar? Ja. Oh, we krijgen echt een soort Are You Being Served gegeven. Ja, misschien wel. Cindy, als bij Toverslag in Gala. Je ziet er geweldig uit. Dank u wel. Echt een echte Annie van de Krommenakker. Okay. Ja, ik voel me echt een prinses vandaag. Nou, daar doen wij meestal niet aan bij Musical World, maar oké. Okay. Wat ik je vergeten ben te vragen on stage. Heb je gestreefd naar een 1-op-1 interpretatie van La Liste? In zekere zin wel, maar in zekere zin niet. Ik heb er niks aan om haar interpretatie over te nemen. Want dan, ja, dan heeft het geen bezieling. Ik zal het echt met mijn eigen ervaringen moeten doen. Dus dat heb ik geprobeerd. Ja. Om echt gewoon, ja, je moet gewoon echt in jezelf keren en kijken wat je daarmee kan doen. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. William, gefeliciteerd op je eigen premièrefeest. Dankjewel. Wat is vermoeiender, een avondje Footloose spelen en dansen en springen of een avondje Ramses? Avondje Ramses Shaffi. Waar word je eigenlijk moeier van, na een avondje Brooke Wyndham of een avondje Lisbeth? Ja, dat zijn twee verschillende moeheden. Ja. Maar wat is het moest? Ja, dat vind ik moeilijk. Het is echt niet met elkaar te vergelijken. Hier denk ik soms mentaal, wow, mag die trein even stoppen? En bij Brooke Wyndham had ik heel erg met mijn lijf dat ik dacht, stop! Leg uit. Omdat het mentaal nog zoveel meer doet, dat je gaat er zo in op in dat spelen en zo, het is zo heftig om te spelen wat die man heeft meegemaakt en dat echt over te brengen. En als je dan eenmaal gaat, dan... Dat is zo'n andere manier van beleven. Dus ik denk uiteindelijk dat dit zwaarder is. Ik voel echt dat ik mezelf heb kunnen ontwikkelen. Gewoon als actrice, als zangeres ook. Dus ja, het is voor mij wel een hele andere ontwikkeling dan anders. Ja. En ik voel het als een heel groot cadeau. Nu je er zo diep in gedoken bent, in de jonge Ramses, had je die tijd willen meemaken, jaren 60, jaren 70? Ja, jawel. Ja, vooral het feit dat je gewoon kan doen en laten wat je wil. En niet zozeer naakt over straat lopen of zo, maar gewoon een mening hebben of vooral een beetje het scheid hebben aan anderen. En, in de positieve zin van het woord. Het is zo kort geleden dat ik je nog in Fame zag huppelen. Ja, inderdaad, ja. Ja, het is ook vrij kort geleden, maar ja. Is dat het resultaat van planmatig werken? Ik zag net je manager. Of is dit je ook aankomen waaien? Nou, ik heb er wel heel hard voor moeten werken. En ik heb tot op de dag van vandaag overal waar ik in heb gestaan gewoon heel hard auditie van moeten doen. Dus het is absoluut niet zomaar aankomen waaien. Voelde je aan jezelf dat je dit kon of was je toch een beetje bang? Ja, ik ben altijd bang. Maar laat ik het zo zeggen, waar ik nu sta vanavond is waar ik in al die jaren naartoe heb gewerkt. Omdat dit is wat ik wil. En ik weet dat ik meer in mijn mars heb dan alleen zingen en dansen. En Lisbeth List heeft het net gezegd en Peter de Baan ook van... je moet ophouden met dat gelul over toneels. Je bent een acteur en daar moet je trots op zijn. Maar ik heb wel, wel het vertrouwen van Albert met me mee. Hebben we hem weer, Albert. Is, dat is fijn. Als de baas achter je staat, gelukkig maar. Ik kijk zo heel af en toe nog wel eens op jullie site, op Musical World. En wat mij opvalt, is dat er heel weinig gesproken wordt over deze voorstelling. Ja. En dat er toch veel wordt gesproken over Wicked en over... En dan denk ik, lieve musical fans, ga naar deze voorstelling. Want het gaat je verrijken als in heel veel opzichten. Ik ben heel benieuwd in welk stuk we je volgend seizoen zien. Ik ook. Oh, jij ook, dat delen we dan. Geen idee nog. Nee, maar geniet eerst van een heel seizoen, Ramses. Ja, dankjewel. Dankjewel. We doen zo ons best. We maken zo'n mooie voorstelling. Het maakt niet zoveel uit, weet je wel. Ga gewoon komen en ga genieten. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. Van acten.